Hallo jongens, hier is Kingo, terug bij Minecraft Infinity Pack. En jongens, ik ben wat lekker bezig op dit moment met uh, het uitbreiden van onze boomhut. Oeh, oh, ik zal het even zo doen, jongens, hallo, dan zie ik jullie weer eens hè. Ja. Oké, okay, maar ik ben weer eens bezig met het uitbreiden van mijn boomhut, want ik heb even heel goed nagedacht, wat zou ik nou doen in deze episode. En, ik weet niet of jullie het kunnen horen, maar op dit moment, ik heb een beetje last van um, een droge stem, dus ik moet waarschijnlijk ook vaak hoesten, misschien dat ik af en toe een keer... Um, hoe heet het eventjes. Uh, dat er even een snelle skip is, omdat ik eens dus even snel moet hoesten. Maar um, ja, dat komt omdat ik even iets in mijn keel op het moment. Dus ik film maar één episode nu, uh, omdat ik ook niks meer heb liggen op dit moment. Maar dus, want ik wil sowieso een keer iets anders dan uh, subnautica voor jullie filmen. En ik dacht van waarom niet weer een keer Infinity. En ja, in deze episode gaan we dus um, alleen maar werken aan onze boomhut. Dat lijkt me het best om te doen, want daardoor kunnen we meer ruimte maken om uiteindelijk dingen uh, weg te zetten. En daar kunnen we ook, um, hoe heet het? Daar kunnen we dan een beetje alvast gaan nadenken. Van, uh, van wat we daarna gaan doen. En dan vraag ik ook meteen aan jullie, wat willen jullie graag zien? Want ik had gezegd dat ik wat magic mod zou gaan doen. En dat wil ik nog steeds gaan doen. Maar ik ben een beetje aan het twijfelen nog steeds. Van wat zal ik dan nou wel doen? En welke mod bedoel ik dan? Welke mod zal ik dan doen? En uh, of moet ik. Uh, zo, is, is er toch nog niks van technisch gebeuren wat ik nog zou moeten doen? Uh, voor het geval dat ik het heb vergeten. Want voor mij is het tijd geleden uh, dat ik wat heb gefilmd. Voor mij is het iets van twee weken geleden. Dus ik moet er weer een beetje in komen. Maar goed, we zien wel. Um, ja, dus anyway. Ik denk dat jullie nu wel willen zien. Fucking oh, wat heb je nu eigenlijk gedaan? Dus laat ik dat maar eventjes gaan uh, laten zien. Dus ja. Yeah. Ik heb dit dus verbeterd. En zoals je daar ook kan zien. Ik heb nu een nieuwe home uh, beacon. Dus laten we er even naartoe gaan. En oh, wacht even. Dit ding moet ik nou even updaten. God dang it. There we go. En. There we go jongens. Dit is de volgende uh, verdieping. En ik was er dus volop mee bezig. Dus ik denk van. Nu ik in het midden van dat ding bezig ben, ga ik wel eventjes laten zien. Oké, okay, ik kan weer vliegen. En ja, dus zo ziet dit er nu uit. En we zitten dus, dit is de op één na uh, hoogste verdieping. Dus dit is verdieping nummer, wacht, uh, ik weet niet echt hoe ik het echt goed kan noemen. Um, dit is verdieping nummer 1. Dus zeg maar, je hebt begaande grond, verdieping 1. Dan heb je verdieping 2, dat is heel dit gebeuren. Er zitten er geen ramen bij aan, Dus zeg maar helemaal verborgen echt in de boom. Dat is verdieping 2. Verdieping 3, dat is dit. En ik wil van plan hier dus een beetje het magie gebeuren mee te gaan doen. Dus dat wordt dit. Dus ik ben, ik, ben, ik ben hier al best wel ver mee, zoals je gezien hebt. En ik heb ook dit gemaakt. Dit vind ik trouwens super ziek. Zoals je dit kan nu kan zien. Het is een heel stuk dat eruit steekt. En uh, op de map kan je dat ook heel mooi zien, trouwens. Als het goed is. Ja, kijk. Kan je dat heel mooi zien, zien zitten, zo dat ding. Het is gewoon een beetje zo'n cirkel. Het ziet er super ziek uit, vind ik. Uh, vooral ook omdat het een beetje hieronder wordt vastgehouden. En, uh, oh ja. Moet ik nog een keer fixen. Wacht, heb ik toevallig. Nee, ik heb geen dingen mee. Geen leaves om het te fixen. Um, maar uh, ja, dan hebben we natuurlijk ook nog de bovenste verdieping. Want dit is verdieping nummer 3. En dan hebben we de allerbovenste verdieping. En uh, dat is hier zo. Oké, die heb ik had er wel in geplaatst. En dat is dit. Dus ja, zoals je kunt zien, dit is de hoogste verdieping. En zoals je kunt zien, zit zit echt dan al uh, bij de top van de boom. En daar ben ik van plan om wat meer met glas te gaan werken. En met glas bedoel ik een glazen uh, koepel uh, aan de zijkant te doen. Dus net zoiets als dit. Maar dan aan de andere kant. En dan waarschijnlijk iets groter nog. Dat ik echt een mooie koepel hier heb. En dan gewoon nog wat kleine kamertjes. Dus ik denk niet echt dat ik heel veel ga doen op dit ding. Um, het enige wat ik hier misschien ga doen op deze bovenste verdieping is iets met solar panels of dingen waarbij ik een direct. Um, een direct dingen naar de lucht nodig heb. Dat doe ik allemaal op die bovenste verdieping. Voor de rest ga ik niet veel doen. Dat is meer gewoon voor de mooi. Maar ja, dat betekent dus jongens dat onze boom al een redelijk eind af is. Dus moet je kijken hoe dit er nu uitziet. Het ziet er super ziek uit. En ik zat misschien nog wel te denken om een paar kleine dingetjes aan te passen. Dat er hier bijvoorbeeld nog iets uitsteekt. Um, want dat is misschien nog wel leeg. Even kijken, dit is super nice. Dit, heel dit, want dat steekt een heel stuk uit. En dat vind ik aan ja, nice, dat wil ik ook. Uh, hier steekt al iets uit, dus er hoeft niet echt iets meer. Hier komt dus die koepel, dus hier, hier komt ook nog wat hierboven. Dus ja, dat is nice. En dan hebben we dit is helemaal open. En ja, dat is het enige wat ik dus nog wil: Is dat er hier iets komt. Iets. En dan daar zoiets. Dus dat zijn twee plekjes waar ik nog iets wil hebben. En de rest komt er gewoon bovenop. Waar ik ben ook van plan hier misschien een klein torretje te doen of zo. Ik wil in ieder geval echt. Um, deze boom laten lijken alsof het er compleet leeft. Of als je nu naar de buitenkant kijkt, ziet het er al een beetje uit. Je weet in ieder geval dat er iets in zit. Heel, heel duidelijk. Maar het is nog niet helemaal compleet, zeg maar. Dus ik wil nog een klein beetje doen. En dan ziet het er zo ziek uit. Dus, yep. Maar jongens, nu heb ik dus een beetje dit laten zien. Dus voordat we echt gaan verder met bouwen. En het zal waarschijnlijk ook sowieso veel skippen worden. Dus dan bouw ik weer een stukje verder en dan laat ik het aan jullie zien. Ik heb nog wat... Oh, zombie. Ik heb nog wat aangepast voor de rest. Ik heb hier... Uh, oh, ik heb nog niet helemaal, niet helemaal opgedicht. Zo te zien. Ik heb wel beter um, met de wires gelegd. Want ik kon zeg maar, zoals je ook kon zien op de derde verdieping nu. Uh, nee, de, dan moet ik even kijken welke ik heb. Ik heb ook dit gebouwd. Dit is dan de plek waar we gewoon nu um, overal bij kunnen. En dat vond ik wel nice om gewoon een beetje door te doen. En ik heb. Oeh. En ik heb... Uh, Wat? Ah, ja. Kom maar hier. Kom dan. Ah, durf je wel hè. Wat verdammen. Dat is wel een creeper. Oké, okay, en. And... Oké. Okay. Wauw. Die. Waar wel? Komt die vandaan? Vandaar? Nee. Oké, okay. daar moet ik nog even oppassen. Ik heb nog dus wat meer van die torsten nodig. Dus dat ga ik denk ik nu wel even doen dan. Even wat meer van die dingen maken. Want dat wil ik daar niet hebben. Oh god. Gelukkig is dat niet toen ik uh, aan het bouwen was, dus dat niet gebeurd. Maar um, wat ik dus nou wil zeggen, ik ga jullie eerst laten zien. Uh, terwijl ik dit eventjes uh, wat meer van deze dingen maak. Ik kan er wel even een halve stack los in zetten. Zo. Uh, ga ik even laten zien wat ik dus allemaal met mijn quarry naar boven heb gehaald. En dat is best al wat, jongens. Dat is best al wat. Dus ingots. There we go. Ja. <laughs> elf. En ik, ik heb alleen dus zeg maar heel het gebeuren hieraan gebouwd, dat je hier boven kan zien. Dat is het enige wat ik heb gedaan. Voor de rest heb ik het niet opengelaten, wat ik zei dat ik zou gaan doen. Uh, vond ik niet echt. Dat vond ik niet echt zo heel nuttig. Wacht even, kan ik. Even dit opvullen. En dan. Oké, okay, dan doet hij het nog. Oké, okay. wil ik hier ook even doen. Zo. Oké, okay, nu doet hij het. Oké, okay, sweet. Um, dus even de dingen pakken. Oh, maar drie. Oh man, die dingen zijn duur. Dat heb ik vergeten. Um, ja, wat hebben we nog meer? We kijken even naar de dia. Wat hebben we met dia's? Niet zo gek veel. Maar ik zag hier trouwens, we hebben ook een enorme lading service squads. Dus yep, dat is nu waar we echt super veel van hebben. Dat is een soort van ons grootste probleem dat we zoveel service squads hebben. Maar dat is goed voor later, uh, volgens mij. Voor mij, voor het eindgebeuren van, um, van dit, daar hebben we daar echt super veel van nodig. Maar wat ik dus nou wou zeggen. Dus we hebben dus heel veel ingots. Dus ja, laten we hem dan even uh, omzetten in bloks. Ik heb geen idee hoeveel precies dit, dit zijn, jongens. Dus ik weet het niet uit mijn hoofd. Maar um, ja, veel. Dat is het enige wat ik sowieso wel weet. Dat het veel is. Dus gewoon even alles in, in blokken veranderen. Zo. So, dus ja, moet je kijken hoeveel. En zoals je ook kan zien, we hebben weer Jellorium hierin zitten. En in dat Jellorium. Of ja, Jellorium. Moet het dus wel goed. Dus Yellowright Yellorium. Ik gebruik het nog steeds door elkaar. Op. Zo. So, there we go. Um, zeg maar, dat is nu een overschot. Dus dat betekent dat die hele kist helemaal bomvol zit. En nu zit het dus hier ook nog. Dus so dat is nice. Kunnen hier vast wat dingen mee maken. Wat blokken. There we go. En dan jouw gold. Heerlijk als gold. En so wat uranium. En de rest laat ik wel zitten. Maar <laughs> moet je kijken. Er zitten nu alweer, alweer bijna twee blokken aan iron ironen. Dat ding even goed doen. Zo. So, there we go. Oké, okay, dus de blokken. Blocks. Oh, blok. There we go. Eh, zo dus gaat allemaal goed. Oh, we zitten met redstone trouwens. Dat heb ik nog niet naar gekeken. Redstone, superveel. Lapis, dat eh, valt nog mee. Dus ja, maar dit ding heeft ook uh, laten werken. Dus dit heeft nu, ja, ook. Euh, met een ander afstek diamonds er weer bij. Dus dat kan ik ook weer veranderen in uh, diamond blocks. Tja, Dia, tien van daar. Dit zijn er weer lekker veel. Oh, we gaan al richting de stack diamond blocks, jongens. Stack diamond blocks. Dat is op zich niet zo gek veel. het uh, is bijna 4 miljoen dingen. Dat wel, 4 miljoen. Uh, EMC, uh, maar dat is ook uh, het enige. Oké, okay. voor de rest heb ik volgens mij niet echt iets gedaan. Hè? Van, nee. Dus dat was het. Oké, okay, jongens. Nou, wat ik dus nu ga doen is even met jullie bespreken wat ik dus van plan ben hier te gaan doen. Um, oh, wacht, voordat ik dat ga doen, ik pak ik nog trouwens nog wat meer uh, torches. En ik ga trouwens wat van die dia daarvoor gebruiken. Dus 1, 2, 3. Ja, yep, dat is goed. Zo, maak maar eventjes een paar. Een hele lading van die dingen. Oké, okay, dat is goed. Dat ziet het, dat is beter. Oké. Okay. Dan ga ik wat meer van die dingen plaatsen en hopelijk dat er dan nergens meer van die. Ik denk ik, wacht, waar komt deze nou vandaan? Hier is wel ergens nog. Volgens mij. Ja. Zo. Oké, okay, dus even hierboven even zetten. Dus als er dan toch een of ander beest mocht spannen hier, dat ze dan meteen worden weggedrukt, om zo te zeggen. Dat ze niet in de buurt komen. Dus hier wil ik er dan een hebben. Even kijken. En misschien gewoon. Oh, dit lijkt me wel vet. Gewoon. Zo in de ramen. Overal eentje. Dat is wel cool. Oké, okay, en daar. Nou, dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Maar Oké. Okay. Nou, dan hebben we deze in ieder geval nog over als extra. Ik ga nog even wat meer tartjes plaatsen, trouwens hier zo, voor het geval dat het wat donkerder wordt straks. Voor dat geval dat de tijd spant. Um, ja, dus wat ik wil gaan doen is. Ik wil dus een grote open ruimte houden. En dit is de layer waar ik dus alle magic ga doen. Dus um, ja, dit is net dus voor een soort van een mooi dingetje. Ik kan het hier overal inzetten. Hier helemaal omheen. Bijvoorbeeld van Tomcraft kan ik daar wat in gaan zetten, want ik heb daar beneden nog wel staan. Dat ga ik trouwens meteen doen, want dan heb ik dat in ieder geval gehad. Um, ja, en dan zag je dus daar ook een, een ladder naar boven. En dat gaat dus naar de, naar de bovenste verdieping, gaat dat uiteindelijk. Dus even kijken of ik nog weet waar het allemaal is. Ja, uh, hier zo. Dus oké, okay. hopelijk kan ik alles meenemen. Ik weet niet precies. Ja, oké. Okay. Maar ik weet niet precies wat er ook allemaal in zit in deze dingen. Zo, en jou, ja. En wat zit hier nog in? Nou, dat had ik dan nog even zitten. Die tafels ga ik wel in ieder geval al gewoon terugzetten daarboven. Oké, okay, ik wil even weten waar die dingen is. Maar goed, het zal. Um, ja. Dus ik zet deze tafels voor nu gewoon eventjes hierzo. There we go. Oh ja, die moet je dan nog met de wand, zo moet je activeren. En, het uh, zal Dus, even een kist maken, trouwens. En, uh, nee, wacht, waarom? Ik wil een workbench maken om een kist te maken. Maar, maar, ik heb hier dit staan. En we hebben volgens mij nog, uh, ja, genoeg chests. Dus, uh, pak even de helft. Kistje. Zet ik daar dingen in. There you go. En oké. Okay. Kan dit weer terug. En dit trouwens ook, want dat hebben we ook niet meer nodig nu. Dus, ja, de quarry doet dus goed. Yep, ik ben heel erg tevreden mee. Net die dingen die chunk heb ik dus niet meer nodig. En, ehm. Uh, ja, ik heb trouwens ook de quarry wat lager gezet. Ik weet niet of je dat nu kan zien. Ja, daar zijn Hij staat nu op die verdieping een stuk lager. Zodat het wel sneller gaat. Um, het, het maakt niet zo'n enorm groot verschil, maar. ook... Oh, wat. Veel er iets van die wolk? <laughs> er viel hier iets dood. Dus, oké, okay, sure. Um, en ik heb trouwens ook dit gat gemaakt van de Fuckel vet. Oké, okay, dus wat ik dus wel gaan vertellen is: dit wel kan ophouden. Dus daar kunnen meer de grotere dingen van uh, verschillende mods in, magic mods. Ik denk dat ik hier dit vooral ga gebruiken voor Tomcraft. Omdat je daarvoor veel dingen hebt. Um, ook al ben ik wel van plan voor Tomcraft uiteindelijk ook een gebied ergens beneden te maken. Maar voor nu, als ik verder ga met Tomcraft, dan doe ik dat hier. Uh, vooral zeg maar, gewoon een beetje basic spullen. Want je moet heel veel van die destillators en zo maken. Beetje net zoals Witchery. Dus, maar dat kan ik allemaal hier zo doen. En dat laat ik nu ook wel staan, denk ik zo. Um, ja, je weet misschien ook nog wat andere dingen hier. I don't know. I don't know. Maar we hebben in ieder geval alle ruimte nu. Dus wat ik ga doen, ik ga dit dus even helemaal afmaken. Dus helemaal afdichten. Dus overal met hout en zo. Je kent het wel. En dan uh, ga ik even kijken wat ik dus met dit kan doen. Dus dan ben ik terug als ik zeg maar dit helemaal af heb. En iets verder met dit heb uitgestippeld. En dan ga ik laten zien wat ik dus uh, precies met dit gedeelte wil gaan doen. Dus jongens, tot zo. Oké okay, jongens, ik ben weer terug. En kijk eens aan, mooi afgemaakt. Heel mooi. En uh, ja, super leeg. Maar dat komt nog, want dat vullen we nog wel op met allemaal dingetjes. In ieder geval, hier hebben we dus de trap naar boven. En ik heb dus het volgende bedacht. Dus ik ga eerst eventjes vliegen, want dan kan je het wel beter zien. Dus ik heb hier zelfs een soort trap naar boven gemaakt en dan een heel klein trapje naar daar. Want dit is al de uiteindelijke hoogte. Want zoals je hier kan zien, ik heb even een snel dingetje er nog gemaakt. Dit is dus tot waar um, deze verdieping is. Dus oké, okay. zo. En ja, wat was dus mijn idee? Nou, ik had dus een ideetje. Even ik had een idee. Om. Dan moet ik trouwens dit nog even wat hoger maken. Zo. Ik had niet zo heel veel dingen meer. Maar um, om hier dan een soort van toren te maken. Zeg maar helemaal naar boven, of weer tot daar, niets al te hoog. En um, dat lijkt me op zich wel ziek. En dan moet ik even kijken hoe ik aan de onderkant ga doen. Waarschijnlijk gewoon met slabs, die ik nu niet mee heb. Maar, um, ja, dan um, heb ik hier dus een hele gang. Zeg maar, dit is allemaal aan de buitenkant. Dus dit kan je uiteindelijk allemaal gaan zien. Maar dan welke ik het dus to doorgaan tot hier ongeveer. Zoiets. En dan gaan we verder naar daar. Wordt dit zeg maar gewoon het dak. Um, alleen, ik ben een beetje aan het twijfelen van. Ik wil misschien wel met liefs nog op. Maar dan moet ik daarna doen, zeg maar. Want zeer waarschijnlijk gaan al deze liefde die je hier nu ziet, gaat allemaal af. Omdat, zeg maar... Um, er zitten allemaal van deze logs. Die zitten allemaal hier zo, op deze verdieping of hier zo. En die moeten dus allemaal eraf als ik straks het plafond op wil zetten. Dus alle leaves hierboven gaan er allemaal af. Maar die zet ik dus langzaam weer terug. Zodat het wel gewoon nog op een mooie boom lijkt. Maar uh, goed, dat zeg ik dan alvast even. Dat jullie misschien weten, als, je, als ik straks terugkom en jullie zullen zien ineens dat de complete bovenkant eraf is. Dan komt dat dus duidelijk. Maar goed. In ieder geval, voor de rest heb ik nog niet echt iets, um, iets bedacht. Oh ja, maar nou, ik had één ideetje, één ideetje. En dat is voor dit punt. Want zoals ik zei, ik vond het hier nogal leeg. En ik wil dus iets hier nog toevoegen. Want zoals hier ik zien, ik heb daar iets, ik heb daar iets, ik heb daar en daar iets. Maar ik wil hier zo nog iets. En wat dat hier? Dus ik ging een beetje hier zo kijken. Want wat zit hier nou? Nou, hierachter zit. Even kijken of ik er goed bij kan. Um, hier zo. Zit dus. Dit ding. Dus onze automatische dingen. Of onze. Automatische, onze um, ja, onze glow. God, wat heet dat ding nou? Collector systeem, helemaal voor diamonds. Dus dan zat ik te denken om dit een stukje terug te brengen. Dus ongeveer tot het uh, dat je het net kan zien, dat je het zelf hier buiten kan zien. En dan komt dat dus zeg maar een klein kamertje waar dus dat ding in komt. En dat ziet er, ik denk dat dit er mooi uh, dit gebeuren opvult. Dus dat is super nice. Uh, maar alleen voor hier heb ik nog niks. Ik moet even goed aan het kijken, want het, zeg maar het loopt tot hier door. Dan zou ik hier zo nog wat moeten doen. Even kijken of ik wat kan doen. Ik, uh, ik fix het allemaal nog, jongens. Dus dit. Uh, wacht even, waar wat ik nou. Um, hier zo ongeveer. Tch. Ik weet het niet eens meer. Ik denk het helemaal. Oké. Okay. Even kijken wat hier dus nu zit. Zo, come up. Oké, okay, wat is hier? Uh, oh, dit is de ondergrond. Oeps, dit is iets te laag. Moet iets hoger dus. Maar dus hier zo. Even kijken. Oh, er zitten hier zo'n dingen. Kisten. Oh, het was, het was eentje te hoog. Het was hier zo. Dus dit is het niveau. En dat betekent dus dat ik dit een stuk weg moet halen. Dat kan lukken. Want ik kan zeg maar... Um, wat kan ik dat helemaal Dus de hele strip. Kijk, dus het is iets hoger dan dit. Dus ongeveer. Um, wat was het nou? Dit niveau. Hier zo. Dus, even zien. Ja, ik kan die hele strip wel doen. Ja, oké. Okay, dat gaan we dan doen. Dus, dat betekent dat ik dus nu weer ga zo meteen gaan skippen. En dan ga ik dit een beetje uitbreiden. Dus, wat ik ga doen, is. Ik zet dit een klein stukje verder naar achter. Ik weet niet precies hoe ik dit ga doen. Moet ik nou even kijken. Uh, wat ik precies naar achter ga halen. Ik denk sowieso deze drie. Misschien nog wat verder, maar dan zien we het wel. En. He, van dat punt helemaal tot dat punt Ga ik ook een heel stuk verder naar daar doen zeg maar. Dus dat is wat ik nu al ga doen En dat doe ik dan eerst Dus zorg ik even dat dat goed af is gemaakt Zodat jullie mooi vanaf de buitenkant kunnen zien Voordat ik verder ga met de bovenkant En dan, um, ja, dan ben ik dus zo weer terug jongens Als ik dit eens heb gefixt En dan gaan we kijken van hoe het eruit ziet Of het goed is of misschien terug moeten veranderen Dus uh, who knows Anyway, tot zo Oké, okay, ik was hier net mee bezig En ik hoorde opeens een raar geluid En ik ging dus even kijken van waar komt dat nou vandaan ja. Hallo daar. Oh nee. Hallo daar. Creeper. of jij. Daar nou, wezen. Oké. Okay. Nou, in ieder geval, jongens. Ik was toch bijna klaar. Dus dat komt goed uit. Dit heb ik dus nu gedaan. Dit is dus het kleine kamertje. Wat ik dus hier aan uh, vast had gemaakt. Tenminste. Ik moet nog even af, afmaken dit. Dus, ehm. Zo ja. Dus hier in ieder geval. Uh, hier komt dus dit ding in te staan. Dus dit. Uh, de Diamond Generator. Dat komt dus in deze kamer te staan. Heel simpel klein kamertje. Ik denk dat ik het gewoon helemaal ga afvullen. Uh, nee, wacht. Nee. Ik doe het gewoon. Uh, op deze manier. Dat heb ik wel vaak gedaan. tussen dit hier zo. En dit, omdat het zeg maar achter achterding is, doe ik wel gewoon zo. Zo, en dan hier doe ik hetzelfde. Oeh, dit ziet wel cool uit zo. Dat je zo toch een beetje erdoor kan kijken. Dat is niet verkeerd. Dat is niet verkeerd. Oké, okay, zo. Dus zo komt het dus uit te zien. Yep, hier komt dus dat ding in te staan. Kan ik dus alles doen. Kan ik nog steeds uitbreiden naar zo'n maximale flower. Kan ik daar dus mooi van maken. Kan ik mooi daarin zetten. En dan um, ja, kunnen we nog steeds mooie diamonds laten maken. En dit is dus het andere gedeelte waar ik dus met mee bezig was. Ik heb volgens mij alle dingen er al uitgehaald. Was alles? Nee, er zit nog een klein beetje. Maar ik heb bijna alle, um, alle logs er al uitgehaald. Voor dit, dit hele gebeuren. En um, ja, dit is dus nu een heel stuk breder. Dus nu kan ik hier een heel stuk meer in doen. Dus hebben we hebben ook meteen wat meer ruimte voor deze kamer in ieder geval. Dus dat ziet er nice uit. Dit ziet er nice uit. Het is nog steeds mooi gecentreerd, zeg maar. Het is mooi symmetrisch nog steeds. Dus dat is nice. Alleen. Nu, er zou dan eigenlijk nog een die kant nog zo'nzelfde kamer moeten komen als daar. Als je het echt super symmetrisch wil hebben. Maar ik denk van, nee, dat hoeft niet. Ik heb gewoon dit. Het is goed. Dus dat ga ik dan alleen niet doen dan. Um. Nou, zo. Dan maar. Hier. Zo. Dus ik, ik vond nog even deze vloer op. En dan uh, ga ik wel even verder uh, naar buiten. Om even te goed te kijken hoe het nu uitziet. En nu ziet het er volgens mij echt een heel stuk beter uit. Ik heb even snel kunnen kijken. Van een uh, afstand, zeg maar. Maar, ehm. Um. Ja, volgens mij ziet het er nu een heel stuk uh, een heel stuk beter uit. Een heel stuk drukker, maar niet te druk om zo te zeggen. En eindelijk is het op mijn regenen, mooi. Want ik kon niet slapen omdat er een skeleton in de dingen zat. Maar ja, kijk eens aan jongens, veel beter. We hebben hier dus nu zo'n klein huisje daar, dat is perfect. Moet je kijken, dat past er precies. Super nice. Oké, okay, daar, daar, daar is het wat. Daar komt dus het torentje. Um, oh ja, wat ik zat te denken om met hier te gaan doen, is iets met uh, van dit soort dingen. En dan een klein beetje meer liefst terug plaatsen zodat ik overal wat meer van dit soort dingen kan zetten. Dit lijkt me echt super ziek. Gewoon een paar random. Random plaatsen. Dus dan zeg maar daar eentje. En dan, um, Zeg maar deze komt dan in het midden. En dan komt er misschien hier nog eentje. Zo. En die gaat een heel stuk verder nog. Zoiets lijkt me wel ziek. En dan met het liefst dat beetje opvullen. Dat kan er nog wel ziek uitzien. Ja, dat gaat echt wel leuk worden. Maar goed. Uh, dat is dus allemaal gefixt. Dit is ook gefixt. Dus Als je vanaf hier nu gaat kijken, zie je ook echt meer dan genoeg. Aan de onderkant zie je niet echt heel veel. Maar je ziet in ieder geval dat wordt het torentje. Daar komt een klein gebouwtje nog. En dan gaat het dan uiteindelijk wordt overdekt met wat leaves. Hier zien we heel dit gebeuren. Dus dat komt er wel mooi uit te zien. Dat kan mooi uit te zien. Dit wil ik dus nog een klein beetje opvullen. En dan mis ik alleen. Oh, Nee, nee, nee. Waar is mijn bo? Wat me. Dacht het niet. Wacht even. Uh, nou laten Dit zou goed genoeg moeten zijn. Yeah. Oeh, wat? Oh, Blacksum? Wat? Waar is Blacksum? Ik dacht ik dacht eerst ik omdat ik schoot heb. Ik weet dat Blacksen hoorde. Maar goed. Anyway. Ehm, um, ja, heel misschien. Denk ik nu trouwens dat ik misschien toch zo'n dingetje ga maken? Gaan doen. Zeg maar, um, Even kijken, hier is dat zo. Even kijken tot hoe ver dat gaat. Hè. Is dit. Oh nee, dit is hier beneden. Nee, laat maar. Dat, dat wordt er dan niet. Ik dacht dat dit er wel kon gaan worden. Wacht, mis ik nog iets? Nee. Um, ik zat nog te denken om hier van onder toch nog een kamertje te gaan doen. Want dan moet dat hier zo zijn. Hier zo. En dat is dan te dicht op dat, dus nee. Laat maar zitten. Ik zat te denken misschien hier nog iets te doen. Maar dat hoeft niet. Nee, dat is wel goed zo. Want je kan zeg maar heel mooi dit zien. Oh, en nu, nu besluit dat ding opeens in uh, ultra mode te gaan. Ik denk het. Duurde wel heel lang. Maar uh, ja, ik ben tevreden, jongens. Dus als jullie nog een idee hebben om daar te kunnen doen, laat het achter. Uh, maar uh, ik denk dat het wel goed is. Dus dan even kijken via de andere kanten. Want uh, zoals ik zei, aan de bovenkant komt nog iets. Dus geen probleem. Geen paniek. Dus zeg uh, deze kant is nu nog heel leeg. Maar hier komt dus nog wat, zoals ik zei. Daar komt zeg maar, daar komt nog een heel stuk. Um, ja, heel misschien. Komt er hier nog wat, zeg maar. Het is, uh, wacht even hoor. Dat is zeg maar dit hier zo. Dat er aan die kant, dat hier nog een klein stuk komt. Dus zeg maar vanaf, even kijken, iets van vijf. Zoiets. Um, ja, ik wil hier dus de camera nog doen. Zodat het aan de buitenkant misschien wat beter uitziet. Maar dat doe ik dan ook zo meteen wel weer. Want dit was weer alles wat ik uh, eventjes wou voilà, laten zien aan jullie jongens. Dus ja, dan ga ik dus nu um, die onderkant nog even afmaken. Want het moet nog een klein beetje. En dan ga ik dus even kijken hoe we dus heel deze verdieping uh, gaan doen. Ga ik een beetje uitsteppelen. Dus dan zeg ik nog een keer bye bye jongens en of bye bye tot zo als ik dit dus heb gedaan. En hallo hallo jongens, ik ben weer terug en ja, laten we maar eens op de map gaan kijken voor verandering. Want hier kan je zien hoe de bovenkant van onze uh, ja van ons dingetje eruit ziet nu. Dus ja, laten we maar een keer vanaf bovenaf vliegen en dan ga ik het even laten zien. Dus dit is wat ik dus uiteindelijk met de bovenverdieping wil gaan doen met uh, van de, van onze boom. Dus, zoals je kan zien, het is nogal veel een beetje aan de voorkant gericht. Het zit nogal heel erg aan deze kant. En niet echt aan die kant. Zoals je kan zien, zit je zelf nog een heel punt waar ik gewoon niks mee ga doen. En dat wou ik ook doen, want ik wil echt dat deze verdieping een beetje wat, um, wat lager is, zeg maar. Of wat, wat, lager, wat kleiner is dan de andere lagen. En dit, dit hele gebeuren, dat wordt dus, zeg maar, die bol die ik dus wil gaan doen. En ik zat nog te twijfelen: hoe ga ik dit doen? Ik zat te twijfelen aan, um, Ja, hoe heet het? Een hele, um, uh, gewoon een, een, een normale muur maken, zoals hier. Maar dan in het midden een soort van ladder. Waardoor je wat hoger kan staan. En dan vanaf daar het glas. Ik denk dat dat beter is. Want dat werkt dan ook beter met dit, zeg maar. Uh, uh, ik had toch wel een ander idee. En dat is om deze hele verdieping open te maken. Gewoon open te houden. Behalve van dit. dat Dit hele die koepel. Dat doe ik dan wel een soort van, soort van een klein gebouwtje. Maar voor de rest heel dit. Gewoon open te houden. En dan is dit dus een soort van uitkijkdingetje waar je dus van alles wel kan doen. Uh, waar, in, in, waar eventueel iets in kan. Om zo te zeggen. Misschien dat ik trouwens nog iets. Um, iets breder maken of zo, zodat het zeg maar oneven is, want nu is het even, maar dat zal wel, ik weet niet of dat het probleem is. Uh, ja, hier is het torentje, dat kan ik het zo doen. Dus we moet ik trouwens dit dan nog even allemaal bij doen. Dus even zo doen, dat vind ik altijd zo onhandig, dat ik dit continu moet gaan doen. Ja, yeah, dang it. Zo. So. Dus het duurde ook echt fucking lang om, om die cirkel te maken. Dus, uh, zo. Even kijken, was dat alles? Denk het. Dus ja, yeah, dit was dus de toren, gaat dus helemaal naar boven, dit wordt dus de koepel. Ongeveer de hoogte wordt dan... Um, ja, dus weer 4 hoog. Dus dat betekent dat dit zeg maar de laag is van... Um, even wat meer pakken. Dat dit zo de laag is van, de, van de, uh, de cirkel. En dan wordt het zeg maar zo. Het is zeg maar... Um, ik weet niet precies wat de diameter is, maar... Het is zeg maar 5, dan 2, dan van die 1, dan weer 2 en zo er. Dus hopelijk, hopelijk begrijpen jullie het een beetje. Dus voor mij uh, voor mijn gevoel uh, begrijp ik het meteen van... Oh, ah ja, dat is dat joh. Dat is, dat, is, dat is makkelijk, dat is duidelijk. Dus zo, zo en zo. Oké, okay. dus als ik nu op de dingen kijk, dan kun je de, hele, de complete cirkel zien. Dus, dit is de complete cirkel, wat dus heel het ding gaat worden. Dus zo hoog. En daarbovenop komt dus allemaal glas. En een soort een glazen uh, bol, wat er bovenop komt. Dus, dat moet ik nog een beetje mooi maken. En dat is alles van de boom, jongens. Dat is alles van de boom. Dus ja, het ziet er echt wel zo ziek uit. Maar ik ben helaas. Ik ben bang dat ik deze episode nu moet gaan stoppen. Want ik ga zo meteen eten en dan ga ik weg. Dus, dat betekent dat ik uh, het niet kan afmaken. En ik heb zin om vanaf terug te komen, want dan weet ik niet meer Oh je wat los kan doen. Dus ik ga het volgende doen. Ik ga voor de eerste van de episodes dit afmaken. En dan gaan we dus eventjes een rondleiding doen door mijn complete huis. Mijn complete boomdingen, als die dus af is. Dus hij is nu bijna af van alles wat ik wil doen. Het enige wat ik ga doen is nog even de bovendieping wat mooier doen. En dan, um, ja, dan ga ik in de eerste van de dingen ga ik dus alles laten zien. Dan heb ik waarschijnlijk ook een paar van die dingetjes al wat beter ingedeeld. Dan heb ik hier bijvoorbeeld uh, dat dingetje gezet, zeg maar, dat, uh, die collector. Dan heb ik met deze kamer wat gedaan. Dan heb ik nog wat meer. Um, met deze ding gedaan. Oh ja, dit heb ik nog niet laten zien. Ik heb dit gedaan nu. Dus zeg maar, um, zo. Ziet er wel cool uit. Dus dat ga ik denk ik zo houden. En dat heb ik volgens mij ook op de verdieping hierboven gedaan. Dus iso. Hier heb ik dus dat extra dingetje gemaakt. Dat heb ik wat uitgebreid. Oh nee, wacht. Hier moest ik dat trouwens nog doen. Dus, en daar heb ik nu niet genoeg voor. Maar dat zal. Um, oh ja, en ik heb dit twee blokken verder uitgebreid. Omdat zeg maar. Ik wou dat dit het midden was. En dat was het eerst niet. Dus nu wel. Dus dat heb ik zo gedaan. Het enige wat nu een beetje eruit ziet is dit met deze trap. Maar dat zal wel, want ik bedoel. Als je hier naartoe loopt, ja, dat, daar heb je helemaal geen last van. Dus yep. Man, zoveel gedaan deze ene episode, jongens. Zoveel. Oké, okay, we gaan hier naar boven. Hopelijk lukt het. Yep. En kijk, dus zijn we een keer. Oh, zijn we boven. Helemaal, helemaal blij, helemaal hier. Dus ja, dan plaats ik nog even een paar kleine torches op een paar plekken waar ik het vooral allemaal heb. En voor de rest heb ik niks. Ik echt even wat meer maken. Met, uh, met mijn MC stuff. Maar dat zal. Dat doen we dan wel uh, offscreen. Dus ja, jongens, hopelijk vinden jullie het een beetje er vet uitzien. Ik vind het superziek. Ik ben er echt zo blij mee ik kan niet wachten tot het helemaal af is en dat alles volstaat met dingetjes van mods en weet ik het wat. Moet je kijken, deze hele boom is helemaal overtekend door, hoe um, heet het, door allemaal hout en zo, de allemaal mooie dingetjes. Ik vind het zo ziek. Dit is echt, uh, dit is echt super vet. En ja, dus de eerste van de episode gaan we dus een magic mod doen. Dus vergeet natuurlijk niet in de reacties een achter te laten nogmaals welke mod jullie gaan willen zien. Ik heb een voorkeur naar uh, Tomcraft om dan weer verder te gaan, maar als jullie andere dingen hebben van, nee Kengo, nu kan je dit wel doen, dit is wel een leuke mod. Laat het achter en dan kijk ik het. En als het een leuk idee lijkt, dan doen we het. Dus ja, dan zeg ik bye bye jongens, vergeet natuurlijk nog geen like achter te laten en dan zie ik jullie weer terug in de volgende episode van Vita Beast Infinity Pack. Dus jongens bye bye en tot de volgende episode.